Een tentoonstelling openen over Amerika, dat moesten ze ambassadeur Goodman geen twee keer vragen. De Amerikaanse droom heeft hij zelf waargemaakt als zoon van een Poolse illegaal die na de oorlog berooid in de States een nieuw leven zocht. What becomes so apparent is that it's all branches on the same tree. Which is exemplified by our history, it's exemplified by our present. Het is een tentoonstelling over de slingerbeweging in de relatie tussen Amerika en Europa. Dit zijn de eerste kolonisten die aankomen op Amerikaans grondgebied. En dat maakt deel uit van onze eerste pendelbeweging, de eerste invloed tussen Europa en de Verenigde Staten. De tweede pendelbeweging is dan Amerika die terugplooit op zichzelf in het gedeelte Amerikaans Amerika. En de derde pendelbeweging is dan de omgekeerde beweging, Amerika die toekomt in Europa met zijn American Way of Life in het Amerikaans Europa. Het is ook een multimedia verhaal van de ontdekking van een land en de ondergang van een volk. En dit is een kunstinstallatie die eigenlijk de uitroeiing van de Indiaanse bevolking symboliseert. De dekens die u ziet zijn eigenlijk dekens die vol bacteriën en microben zitten, die uitgedeeld werden aan de Indianen. Met de Red Star geraakten duizenden Vlamingen in het beloofde land. Sommigen konden alleen dromen van comfort op reis. De oorlogen brachten Amerika terug in Europa en dan volgde de culturele invasie met onder meer films, muziek. Ambassadeur Goodman wist er alles van. This was my kind of college years when we met. I had really long hair. She looks exactly the same, but I had really long hair. Amerika, dit is ook onze geschiedenis. Tot mei volgend jaar in Tour en Taxi in Brussel.